Dankjewel allemaal. Wat een geweldige dag. Of niet dan? Ik hoef nog niet meteen groene kaartjes te zien, maar... Ja. Heel veel mensen hebben aan deze dag meegeholpen. De mensen die je allemaal op het podium hebt gezien, die fantastische pauperparadijs, maar vooral ook heel veel mensen achter de schermen. Die wekenlang dit hebben voorbereid, die je nu allemaal niet ziet. En mag ik voor al die mensen die je nou niet ziet, die onder leiding van Lieke en Ron dit allemaal voor elkaar gekregen hebben, mag ik daar een groot applaus voor. Nou ja, zeg maar. Ik mag het niet aanbieden. Jij bent de man die het Nationaal Zorgfonds gaat installeren. Het is nog eens een keer wat anders, meester. Krijg je bloemen achteraf. Ja. Ik weet nog niet eens wat ik allemaal ga zeggen. Beste mensen, het was echt een voortreffelijke middag. En ik moest op enig moment aan een fietsenrek denken. Er zullen sommigen denken, een fietsenrek. En een aantal hebben dat verhaal al 100.000 keer van mij gehoord. Dat ik ben begonnen in de SP met een keer een fietsenrek te verplaatsen. Omdat een gemeentebestuur dat niet wilde. Van de ene kant naar de andere kant van de straat. En ik kreeg dat gevoel toen ik het fantastische verhaal van Maureen hoorde. Wat een geweldige vrouw. Samen met haar buren eiste zij verandering. Samen met haar kreeg ze ook verandering. En ik geef toe, mijn eerste actie, dat verplaatsen van het fietsenrek, dat was eenvoudiger, maar het had op mij wel hetzelfde effect. Het effect, het besef dat als je in beweging komt, als je samen met je buren, met je collega's, met vrienden, familie, als je verandering eist, dat die verandering dan ook mogelijk is. Voor mij was het het begin van heel veel acties. Eerste kleine, grotere successen door de jaren heen. En ik ben er zeker van dat dat voor haar ook gaat gelden. En dat geeft hoop. Heel veel hoop dat verandering steeds dichterbij komt. Zoals een volle zaal hier ook zoveel hoop geeft. Tot slot ook gewoon thuis allemaal Sinterklaas kunnen vieren. Ik noem maar wat. Ja. Maar het was een hele bijzondere middag. Al was het maar omdat een oud legercommandant, Peter van Uhm, op een bijeenkomst bij de SP, per definitie altijd al heel bijzonder is. Maar zijn oproep voor verbindend leiderschap, voor een vuurtoren die de weg wijst, zijn oproep voor respect, dat mogen we natuurlijk nooit vergeten. En Japke D. die op ons fenomenale wijze wees op het belang van gemeenschappelijke taal. En ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen dat dit de eerste jeukvrije speech, wou ik bijna zeggen, toespraak wordt van de afgelopen jaren. En Sinan Tjan, de man die ontzettend veel heeft meegemaakt, die geeft ons het gevoel van onbehagen feilloos duidelijk. Wat een spreker is die man, zeggen ze wel eens, maar dat is ook zo. En we hoorden een ongelooflijk interessante paneldiscussie. Met Tom de Ket van het Pauperparadijs, Kim Putters, Roxanne van Ieperen en Jim van Os. Een ongelijkheid als gif van onze maatschappij. Mensen komen tegenover elkaar te staan. De verschillen die worden alleen maar groter. En groepen, mensen staan tegenover elkaar. En hoe mooi ons volkslied ook is, voor deze problemen is het de oplossing in ieder geval niet. En dan natuurlijk dat fantastische pauperparadijs met die geweldige band. Ik had de voorstelling al in Veenhuizen gezien, maar het blijft een ongelooflijk indrukwekkend verhaal en een prachtig stuk over hoe goede bedoelingen desastreus uitpakken, wat we vandaag de dag nog steeds zien. En dit verhaal, dat moeten wij overal blijven doorvertellen. En dan kom ik gelijk aan het goede nieuws. Dat kan. Op 7 juli 2018 met 1500 mensen van de SP in Carré. Jawel, wij gaan straks het volledige pauperparadijs in Carré opvoeren voor 1500 mensen die daar belangstelling voor hebben.
Slechts €7,50 is de entree, want dan gaan we namelijk het hele stuk zien. Met nog discussies erbij. Behalve als je vandaag besluit lid te worden, dan krijg je een toegangskaartje gratis. Ja. Ik zou zeggen, waar wacht je nog op? Beste mensen, ik weet niet wie hier voor aanvang nog twijfelde over de noodzaak van verandering. Maar na dit programma is iedereen hier, denk ik, er wel van overtuigd. Doorgaan op de weg van de neoliberale ieder voor zich mentaliteit is niet langer meer een optie. Want hoe hard sommige economen en veel politici zich ook blind staren op begrotingscijfers, zelfs zij kunnen het onbehagen in onze samenleving niet ontkennen. Niemand kan ontkennen dat grote groepen mensen onzeker zijn over de toekomst. De toekomst van hun kinderen, de toekomst van ons land. Niemand kan ontkennen dat steeds meer mensen terecht het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. Niet meer aan hun kant staat. Maar de vraag is natuurlijk, waar komt dat vandaan? Het is namelijk geen natuurverschijnsel. Het is een resultaat van de stille revolutie van het neoliberalisme. Het is het resultaat van foute politieke keuzes. Het resultaat van waar de macht ligt. De verzorgingsstaat werd ingeruild voor het recht van de sterkste. De overheid was niet langer de hoeder van het algemeen belang. Nee, zij werd de scheidsrechter in de strijd om rijkdom en daarmee de macht. Het besef dat samenwerking noodzakelijk is voor vooruitgang, die werd ingeruild voor de heilloze weg van permanente concurrentie. Wie wint heeft geluk, wie verliest heeft dat aan zichzelf te wijten. Hebzucht werd de deugd, delen een zonde. Gelijk met de ontmanteling van de verzorgingsstaat verdween ook de zekerheid van mensen. Vaste grond werd onder de voeten weggeslagen. En de zekerheid van een fatsoenlijk inkomen, huis en onderwijs werd ingeruild van zoek het zelf maar uit. Een vaste baan met fatsoenlijk loon. Oproepcontracten zonder zekerheid werden de norm. De winsten stegen, de werknemers leverden in. Zorg als je het nodig hebt. De zorgondernemers kregen vrij spel, de patiënt de rekening. De zorgverzekeraars kregen de macht, de zorgverlener het wantrouwen. Een betaalbaar huis. Huisjesmelkers groeien als paddenstoel uit de grond. En ondertussen betalen huurders zich scheel of staan ze jaren op een wachtlijst. Binnensteden worden voor gewone mensen onbetaalbaar. Maar een woning is om in te wonen, niet om mee te speculeren. En ik hoorde het vandaag al een keer, huisjesmelkers moeten worden aangepakt. Ook al ben je een prins, want let wel, ik weet van de prins wel kwaad. En ik kan nog even doorgaan. Ik kan nog makkelijk uren doorgaan. Of het nog gaat over ons openbaar vervoer, de post, de energie. Overal werd het mantra, de markt maakt het beter, iedereen profiteert. Maar beste mensen, dat is de grootste leugen van de afgelopen 30 jaar gebleken. Want het waren slechts enkele die profiteerden. Het waren de multinationals die minder en minder belasting zijn gaan betalen, zodat u en ik meer konden gaan betalen. Het waren de banken die amper meebetaalden aan de crisis die zij hebben veroorzaakt en nu weer dezelfde achterlijke winsten kunnen maken. Het waren de miljonairs met een enorm vermogen die hun vermogen zagen groeien. 8 mensen bezitten evenveel vermogen als 3,5 miljard mensen. 3500 miljoen mensen. Wat een waanzin. Het was een doorgeslagen managerscultuur van mensen die elkaar baantjes en topsalarissen toeschoven. De allerrijkste pakte wat ze te pakken kregen. En tegen de rest van Nederland werd gezegd, zoek het zelf maar uit. Wie het beste kan vechten, krijgt de meeste kruimels. Beste mensen, het was de politiek die dit niet alleen liet gebeuren. Het was de politiek die voorop liep om heel Nederland in de uitverkoop te doen. Met woede en onzekerheid tot gevolg.
Maar beste mensen, dit is niet de schuld van een andere gewone groep mensen. Het schuldenstelsel in het onderwijs voor studenten, dat studeren voor studenten onbetaalbaar maakt, is niet veroorzaakt door ouderen, maar door foute politieke keuzes. Te weinig huurwoningen is niet de schuld van een statushouder, maar gewoon omdat dat doel bewust te weinig is gebouwd. De zorg is niet te duur omdat mensen naar de dokter moeten, maar omdat dit stelsel veel te duur is. En dus keken we met z'n allen vol verwachting naar een nieuw kabinet, eentje met de SP. Een kabinet dat niet naar de cijfers, maar naar mensen wil kijken. Die iets gaat doen aan machtsverhoudingen, aan ongelijkheid, aan discriminatie. Dat het lef heeft om heilige huisjes aan te pakken. Maar er kwam een kabinet met de VVD. Zogenaamd van de gewone Nederlander, aldus Rutte. Maar u heeft het waarschijnlijk al begrepen. Met de normale Nederlander bedoelde hij vast niet u. Hij bedoelde niet de leraren die ook de komende week weer in actie komen. En ook niet de medewerker van Siemens die hun baan kwijt dreigen te raken. En zelfs niet de kleine winkelier die hun prijzen zien stijgen vanwege de verhoging van de boodschappenbelasting. Nee, voor Rutte is de normale Nederlander de multimiljonairs, de multinationals. Want die gaan nog minder belasting betalen. Terwijl ze al amper iets betaalden of het gewoon massaal ontwijken via Belastingparadijs Nederland. Voor Rutte is de normale Nederlander de buitenlandse belastingdienst en de buitenlandse beleggers. Ja, u hoort zelf hoe absurd het is. Zij krijgen in ieder geval minstens 1,4 miljard cadeau. 1400 miljoen. Ieder jaar opnieuw. Voor Rutte is de normale Nederlander de miljonair. U weet wel, die groep die tijdens de crisis juist meer vermogen kreeg. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik vind dat schokkend. Zoals de meeste mensen hier waarschijnlijk wel weten, ben ik vroeger leraar geweest. En de eerste en belangrijkste pedagogische les, dan leer je altijd goed voorbeeld, doet goed volgen. En wat doet de man die ons land moet leiden? Met de mond erkent hij de zorgen van de gewone Nederlanders. En in daad geeft hij ze de middelvinger. Maar beste mensen, Rutte en zijn vrienden hebben één cruciaal gegeven die ze vergeten zijn. Zij mogen dan nu nog het geld hebben. Wij hebben de mensen. En als de geschiedenis ons één ding heeft geleerd, als mensen samenkomen, dan dwingen we verandering af. Het algemeen kiesrecht, de leerplicht, het ziekenfonds, de AOW, de 40-urige werkweek, ze zijn verworvenheden die zijn afgedwongen door mensen die samenkwamen. Mensen die zich niet neerlegden bij de status quo, maar verandering eisten. Laat het ons inspireren om opnieuw ons land op te bouwen. Om met hoop en optimisme te laten zien dat er een alternatief is voor de ieder voor zich politiek. Samen kunnen we bouwen aan een rechtvaardig land waar niet de macht van het geld regeert, maar waar we de democratie gaan versterken. Waar we weten dat niet concurrentie, maar samenwerking vooruitgang brengt. Waar we iedereen de zekerheid van vaste grond onder de voeten bieden. Waar we de zorg terugpakken met een nationaal zorgfonds. Waar wonen weer betaalbaar wordt en een baan vast is tegen normaal salaris. Waar ouderen niet tegen jongeren worden opgezet, maar waar we solidariteit organiseren. Laten we samen die macht terugpakken van het kapitaal en zijn aandeelhouders. Laten we daar eens aan gaan werken de komende tijd. En ik besef heel goed, beste mensen, ik besef heel goed dat dat niet van vandaag op morgen gerealiseerd is. Maar we hebben Maureen vanmiddag gehoord. En de afgelopen maanden hebben we nog veel meer mensen als Maureen leren kennen. Ferry uit Leusden, Melat Rashida en Jacqueline uit Nijmegen. Laat hen ons samen met al die andere actievelingen inspireren en activeren. Om samen aan de slag te gaan, om zeggenschap op te eisen en vooruitgang af te dwingen. Laat vandaag het startschot zijn voor een groot offensief.
een offensief door heel het land voor rechtvaardigheid en zekerheid. Zo is dat. In 135 buurten bouwen we op dit moment al aan verandering. En laten we samen afspreken dat we daarmee doorgaan. 135 plekken moeten 1000 plekken worden. Duizenden actievelingen zullen 10.000 actievelingen worden. Door heel het land zullen we bijeenkomsten organiseren met mensen die samen met ons willen opstaan voor die broodnodige veranderingen. Met inspiratie, met discussie, met cultuur. Aan de slag, zou ik zeggen. Dank jullie wel allemaal.